Fusion of Dance wordt aanstaande zaterdag voor de 5e keer georganiseerd aan de Wietemerplas. Omwonenden willen dat het festival niet doorgaat in verband met geluidsoverlast. Maar de rechter liet vanochtend weten dat het festival gewoon door kan gaan. Naar verwachting komen er 15.000 bezoekers. Dit jaar hebben wij 5 podia, waaronder weer bekende Liplos en Megabase. En Smirnoff Techno Forest, Jägermeister presents Yellow Claw en de Jupiter Lounge. En voor elk wat wils deze keer weer. En ook Freestyle Maniacs, kom terug. Wat maakt dit festival anders dan andere dancefestivals? Nou, dit festival maakt niet veel anders dan andere dancefestivals. Alleen wel uniek in de regio. Omdat er in de regio niet zo heel veel te doen is op dit gebied. En wij zijn wel het grootste dancefestival van Noordoost-Nederland. Met eigenlijk alle stijlen die je in dance terugvindt, die zijn vertegenwoordigd hier op het festival. En dat maakt het wel uniek in de regio. En het is nou het 5e jaar. Er zijn nog dingen van de afgelopen 5 jaar dat je denkt van die dingen konden beter en dat hebben we dit jaar gedaan. Ja, je kijkt altijd naar verbeterpunten. Daarom leggen we nu ook bijvoorbeeld al gelijk vloerplaten. Want ook al blijft het droog zaterdag, als het daarvoor geregend heeft, kan het gras al snel omgeploegd worden. En dan sta je toch nog een beetje in de blubber. En dat willen we niet hebben. We willen dat de mensen leuk en gezellig kunnen dansen. Dus vandaar een kapitaal aan vloerplaten hier. Dus we proberen eigenlijk ieder jaar wel weer het festival een andere uitstraling te geven. En dat doen we dit jaar door het Lipgloss en het Megabase podium om te draaien qua locatie. Techno in het bos en bepaalde dingen staan net even op een andere plek. En natuurlijk weer andere podia's. Ieder jaar moet er toch een ander uitziend podium staan dan de voorgaande jaren. Vanochtend te horen gekregen dat het gewoon door mag gaan. Opgelucht? Ja, opgelucht natuurlijk. We hadden er wel hele goede hoop in. Daar gingen we ook eigenlijk wel voor uit. Maar ja, het is natuurlijk nooit leuk dat je zo'n voorlopige voorziening krijgt en dat je dan tussentijds naar de rechtbank moet. Maar uiteindelijk is het de voorlopige voorziening afgewezen en kunnen wij weer in volle vaart verder. En ik kan me best voorstellen dat als je wat ouder bent, niks met de dance hebt en de hele dag in een dreun moet zitten, dat dat als vervelend ervaren wordt. Aan de andere kant vind ik ook dat het is één dag. Een zaterdag, er mogen hier 3 feesten per jaar. Als je ziet hoeveel mensen daar plezier aan beleven, dan moet dat ook kunnen.